In politiewerk komt de politie van IJsselmonde in actie als er een melding binnenkomt van inbrekers die op heterdaad zijn betrapt door buurtbewoners. Vragenwagen, district 43 of 42 gevraagd voor de inbraakwoning Heterdaad, Nieuwe Noordo. Ja, bij die kant op. Ja, dankjewel. Bij aankomst van de agenten hebben de buurtbewoners de inbrekers al omsingeld. Waar? We zijn binnen. Schakeloos. Ja. Je ziet echt dat buurtbewoners meehelpen. Is natuurlijk ook gewoon in het belang van de buurt zelf om de politie in dit soort gevallen een handje te helpen. Het schijnt dat ze nog binnen zitten. Ze zitten boven. Ze zitten boven. En in dit geval is de buurt zeer coöperatief en helpt men echt om de boeven te vangen. Ja. Twee mensen, maar dat moet er nog. Ja, er zit er eentje boven, die heb ik gezien. Wat je goed ziet natuurlijk op het moment dat de politie daar ter plekke komt, is dat ze voor een bepaalde strategie kiezen. Eerst natuurlijk de zaak zoveel mogelijk bevriezen. Zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Dat de dieven ook niet kunnen ontsnappen. Ja, dan laten we even twee mensen komen. Ja, dus ze staan voor. Eigenlijk met een beperkt aantal mensen proberen ze gewoon goed controle te houden op die woning. En dat verloopt eigenlijk feilloos. De dieven kiezen eieren voor hun geld en geven zich meteen over. Zit er nog meer? Ben je niet verkoppen schaamoord OC02 alsjeblieft. Deze boeven die hadden dus zoiets van, nou, laten we maar gewoon meewerken en ons overgeven. Dus ze hebben eieren voor hun geld gekozen en ze hebben zich laten overmeesteren bijna en de geboerte laten afvoeren. Nou, je bent aangehouden voor woninginbraak, niet tot ambtelijk verplicht. En mag gebruik maken van een advocaat, hoor je dat? Dat was in dit geval was dat ook voor de inbrekers eigenlijk de enige verstandige mogelijkheid. Dankzij de hulp van camerabeelden en de sociale controle in de buurt konden deze boeven op heterdaad worden betrapt door de politie. Sociale controle is enorm belangrijk voor de politie. Je kunt nog zoveel surveilleren door wijken en straten waar inbraken plaatsvinden. Maar dat is met name preventief. Op het moment dat er iets gebeurt, ja, dan ben je toch echt afhankelijk van mensen die iets gezien hebben en die bereid zijn om die informatie ook te delen met de politie. De buurman van de overkant heeft fantastische beelden. Alles staat erop. Op het moment dat dat niet gebeurt, dat iedereen zwijgt of de andere kant op kijkt, ja, dan kun je ook niet verwachten van de politie dat ze alle boeven pakken natuurlijk. Gaaf, hè? Vier man. Ja, dat is kikker. Dat is echt kikker. Ja.